Ik denk dat Zomer van Antwerpen in die 25 jaar is het ondertussen, heel hard geëvolueerd is en heel hard veranderd is. Het programma van 1995 en 2019 kan je eigenlijk niet naast elkaar leggen. Het is meer, het is diverser, het is denk ik spannender, gewaagder, een veel groter publiek. Er is ook veel meer aanbod en we gaan er op een andere manier mee om. Maar er zijn wel een aantal dingen hetzelfde gebleven. We hebben het toen opgestart vanuit het idee dat het anders moest zijn dan wat er al was. En dat we vooral heel complementair wilden werken. En daar kwamen een aantal dingen als vanzelfsprekend uit. Hè. Het is zomer, de zalen zijn dicht, we gaan op locatie werken. Dat leek toen een fantastisch plan. Alleen moesten we gezelschappen vinden die dat ook wilden. Hè. Locatietheater of ergens buiten de theaters spelen was toen... behoorlijk nieuw en we hebben toen heel veel mensen echt moeten overtuigen om dat toch eens te proberen, alsjeblieft. Terwijl dat nu een soort van zelfsprekendheid is. Er wordt nog heel veel theater gemaakt in theaters, maar heel veel mensen kiezen er bewust voor om in open lucht te spelen op bijzondere plekken, om op die manier ook andere mensen te kunnen betrekken in hun verhaal. En door op locatie te werken konden we, in plaats van de mensen te vragen van naar ons te komen, ook zelf naar de mensen toe gaan. En dat is... denk ik heel belangrijk gebleken, omdat we op die manier kwamen op plekken die wij niet goed kenden en waar we dan ook met andere partners, met mensen, met organisaties begonnen samen te werken, waardoor die basis van Zomer van Antwerpen heel erg breed werd. En een aantal van die mensen hebben ons eigenlijk op heel die geschiedenis van 25 jaar Zomer wat begeleid. Die zien we regelmatig terugkomen. Dat gaat over Compagnie Marius of Froufrou. Qua deluxe, zoals gezegd, mensen als Cirque Aital. Dat soort gezelschappen zien we regelmatig terug, net omdat hun, ook een beetje, omdat hun geschiedenis een beetje gelijke tred houdt met die van ons. En omdat het ook mensen zijn die heel hard bezig zijn met hoe de wereld nu is en hoe de stad nu is. Waardoor dat, wat ze maken toch altijd nog heel actueel is en echt iets te vertellen heeft nu. Het leukste aan mijn job is dat ik elke dag mensen tegenkom die fantastische ideeën hebben, wilde plannen, grootse dromen. En dat we heel soms kunnen helpen om die te realiseren. Dat is eigenlijk het plezantste. Het moeilijkste aan mijn job is dat we elke dag heel veel mensen met fantastische plannen, wilde ideeën en grootse dromen. En dat we er maar een paar van verder kunnen helpen. Dat heeft ook te maken met het feit dat Zomer van Antwerpen ervoor kiest om, als we met iemand samenwerken, dat we dan echt... stevig samenwerken. We doen heel veel creaties. De meeste dingen op Zomer van Antwerpen is nieuw werk. Er wordt aan gerepeteerd, gebouwd, gewerkt. Het is een proces van maanden. Er wordt heel lang gespeeld. 2 weken, 3 weken, 4 weken, soms 8 weken aan een stuk. Dus het aantal projecten die we effectief kunnen opzetten is beperkt. Zomer van Antwerpen en zomervakantie is een beetje hetzelfde voor mij. Ik heb het ongelooflijke geluk dat ik heel de zomer van voorstelling naar concertje, naar battle, naar dans, naar het zomerwerk kan gaan. Ik kan daar mensen ontmoeten, de zon schijnt soms. Ik kan er iets drinken, iets eten, fantastische dingen zien. Dus het is een bijzonder mooie zomervakantie voor mij, vind ik. Moest ik niet op vakantie gaan, dan zou ik ook allerlei dingen gaan bekijken, iets drinken, mensen ontmoeten. Dus er is geen tegenstelling tussen beiden.